ik met haar zo een beetje in natuur ga blijven. 6483. En welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van onze Legacy Challenge. We zitten aan de eerste aflevering van het tweede seizoen, of van de tweede generatie. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. We zitten trouwens in een nieuw huis. Kijk en zit. Ja, ik moet hier nog iets van CC aanpassen. Daarom dat mijn minuutje er zo raar uitziet. Maar kijk eens, ik ben ongelooflijk trots op dit huisje. Ik vind het supermooi. Heel mooi. Al zeg ik het zelf. Hebben jullie zin om te kijken hoe ik dit huis heb gemaakt? Moet je zeker eens naar de speedbuild video gaan kijken. Ik zal hem hier ergens op het schermpje linken. Mijn microfoon staat ook een beetje anders, want ik heb een nieuw scherm aangekocht. En ja, nu kan mijn microfoon niet zo dicht bij mij komen. Dus ik hoop dat het geluid ook meevalt, dat er, dat er eigenlijk niet veel verschil is. Goed, laten we starten. Maar voor we starten wil ik jullie toch nog graag een klein beetje uitleg geven over mijn Legacy-familie. We zijn ooit begonnen met Anne Fleur. Dat is ondertussen al een jaar geleden. En zij is dan getrouwd met Brett en ze hebben in totaal 4 kinderen gekregen. De Legacy Challenge, heel kort samengevat, is dat we met eenzelfde familie 10 generaties lang gaan spelen. Daar hangen heel wat regeltjes aan vast. En het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk punten gaan scoren en hopelijk halen we de 100. Punten. En we kunnen punten krijgen door levensdoelen te voltooien, door vaardigheden te levelen tot level 10 en zo verder. Dus er hangen heel wat leuke uitdagingen aan vast en daar zijn we dus mee bezig. We zijn al flink op weg. Dus Anne Fleur is getrouwd met Brett. Anne Fleur is de oprichter van de familie Pannenkoek waarmee we onze Legacy Challenge spelen. De volgende erfgename moet de eerstgeborene dochter zijn. Dat heb ik zelf beslist voor mijn Legacy Challenge, maar je kan het ook anders beslissen. En dat is Lola. En Lola is sinds de vorige aflevering volwassene geworden. En daarom dus dat we nu beginnen met een nieuwe generatie. Lola is niet het enige kindje van Anne Fleur en Brett. We hebben ook nog Mia. Mia is de tweede dochter. En dan gingen we nog voor een derde kindje. En dat zijn er 2 geworden. Dus een tweeling. En dat zijn ook meisjes. Dus we hebben een familie van alleen maar meisjes. Alleen Brett is een jongen. Dus hopelijk in de volgende generatie hebben we wat meer geluk. En komen er ook wat jongens. De tweeling heet namelijk Naomi en Fietje. Het gezin kan je trouwens vinden op de galerij. Je moet maar eens gaan kijken onder mijn naam Kitty for Games en dan hoofdletter YT. Mijn naam staat trouwens ook hieronder deze video, moest je hem vergeten. En zeker niet vergeten aangepast materiaal aan te klikken als je gaat zoeken op mijn galerij en je wilt dit gezin downloaden, want ik heb CC gebruikt. Hetzelfde voor het huis. Het huis staat ook online op mijn galerij, dus ga zeker eens een kijkje nemen. En dan wens ik jullie nu heel veel plezier met het kijken. We gaan eens eerst kijken naar onze mannetjes. Want vandaag is het de verjaardag van onze tweeling. Nee, dat was niet het juiste. Ik wil gewoon de muur naar beneden. Zo. Van onze tweeling Naomi en Fietje. Zij moeten... Oeh, zij is bang. Van wat heb jij bang? Bang voor een monster. Oh, ik moet die lampjes nog naar omhoog hangen. Wacht, als we dat nu eens eerst doen. Dat ben ik natuurlijk vergeten. Maar zij worden vandaag groter. Nee, ik ga het niet doen. Want dan hebben ze dat niet meer nodig, volgens mij. Hè? Als tiener. Vandaag groeien ze toch op. Goed, eens kijken. Naomi, die had haar levensdoel volledig voltooid. Dat is keigoed. Eens kijken hoe het hier zit met haar vaardigheden. En eentje volledig geleveld. Dus daar gaan we niks meer aan doen. Maar Fietje, had ik gezien, heeft sociaal level 9. Dus ik ga proberen van vandaag haar sociale level naar omhoog te krijgen tot level 10. Wat dus wil zeggen dat ik haar vandaag niet naar school ga laten gaan. We gaan haar gewoon thuis laten. De rest mag naar school gaan. Mia mag naar school gaan. Eens kijken voor Mia. Vaardigheden. Ja, eigenlijk weet ik niet of ik met Mia nog echt ga verder spelen van zodra ze volwassenen is. En ze wordt over een paar dagen al volwassenen. Ook hier met dat boekje. Dus om een succesvolle auteur te worden moet ze 4 stappen doorgaan. En ze heeft nog geen enkele stap doorgaan om haar levensdoel te bereiken. Dus ik weet niet of ik dat met Mia nog verder gaat doen. Dan hebben we natuurlijk Lola. En Lola, heel belangrijk, daar gaan we. Dus ik heb al gezien dat haar levensdoel gebleven is.
goddank, dat we daar gewoon aan verder kunnen doen. Maar ze heeft geen job. Dus ik ga met haar een nieuwe job beginnen. En ik denk dat ik met haar zo een beetje in natuur ga blijven. Omdat haar levensdoel rond natuurliefhebber is. Dus dan moet ze al dingen doen die met natuur te maken hebben. Dus ik denk dat ik haar dan ook een job ga geven dat daar een beetje bij past. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Ofwel iets hier in Sulani van dingen op te ruimen of zo. Ik weet nog niet. Ze moet trouwens haar planten nog wat gaan verzorgen vandaag. Dan hebben we Brett. En Brett die wordt pas ouderen over... het was nog eventjes, hè, eer dat hij jarig is. Ik geloof hier pas. Ja, kijk, dus daar hebben we nog meer dan een week voor. We hebben al 2 van de 4 levels behaald van zijn levensdoel. Dus daar gaan we ook nog aan verder werken. Wacht. Want jij mag naar school. Jij niet. Jij blijft gewoon thuis. Ik ga eventjes op pauze zetten, want anders ga ik waarschijnlijk dingen missen. We gaan wel met de raket vliegen met Brett. En we gaan eens kijken voor zijn werk. Heeft hij al het hoogste niveau? Ik denk het nog niet. Ik denk als nog 1 keer, dan heeft hij het hoogste niveau behaald. En hopelijk is zijn carrière dan afgerond. En dan mag hij van mij ouder worden. Dan is dat gedaan. Qua vaardigheden, misschien de fitnessvaardigheid, dat we die kunnen level 10 van krijgen. En misschien ook van de handigheid, want daar heeft hij toch ook al level 6. En wat heb ik hier nog? Ah, opvoeden. Ja, opvoeden gaat ook. Raketwetenschap? Ja, die zeker, hè. Die zeker. En dan hebben we nog Anne Fleur. Anne Fleur die wordt morgen trouwens ouder, hè. Maar ik denk dat ze... Daar gaat mijn gsm weer. Sorry. Maar ik denk dat... Zeg het eens. Ik denk dat ze haar werk nog wel kan houden. Dus ik ga proberen van haar carrière mooi af te ronden. En dat ze dan pas van haar pensioen kan gaan genieten. Voor de rest, ja, charisma heeft ze level 6. Wat ik zeker wil levelen nog, is die onderzoek en debat tot level 10. Want ze hebben nu toch al 9 behaald. Het is niet gemakkelijk gegaan. Dus laten we dat toch proberen te behalen. Maar goed, dus... Gaan we met Lola... Of wacht, ik ga eerst ervoor zorgen dat ons fietsje... Oh, ik zou echt... Wacht hier, muur omhoog. Met ons fietsje. Oh, ik heb hier geen spiegel hangen. Maar ik durf ook niet te veel meer naar omhoog hangen. Hier hangt toch ook een spiegel, hè? Kan ze daar iets in doen? Nee, dat gaat niet. Het kon zomaar eens lukken, hè? Dan gaan we hier toespraak oefenen. Voilà, voor fietsje. Jij bent naar school. Ja, naar de basisschool gaan. Oh, er is post... Oh, ik hoop geen rekeningen. Rekeningen 6483. Oké, dan gaan we dingen moeten verkopen. We gaan dingen moeten verkopen. Anders gaan we onze rekening niet kunnen betalen. En wij willen geen minpunten krijgen. Anne Fleur, we gaan nu niet gamen, meid. We gaan niet gamen. Wat gaan we jou laten doen? We gaan budgetvoorstellen beoordelen. En dat staat hier. Zo, dan kunnen we dat wegdoen. En dan gaan we Brett. Die moet eigenlijk schaken, hè. Brett, we gaan jou laten eten en dan ga ik jou de ruimte insturen. Klikjes pakken. En we gaan pas de tweeling vieren op het einde van de dag. Zie, nu kan Fietje daar een beetje oefenen. Huiswerk moet ze niet maken van mij. Hopelijk duurt dat nu niet te lang, dat sociale. Ik hoop dat ze dat vandaag echt wel gedaan krijgt. Oké, Lola. Oh, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, Kees. Dankjewel voor je lieve berichtje. Oké, dan gaan we een job zoeken voor Lola. Een baan vinden. Yes. Eens kijken. Wat heeft zo'n beetje met natuur te maken? Misschien een civiel ontwerper? Natuurbeschermer? Die kunnen we wel doen. Of is er zo nog iets met natuur? Tuinieren? Kunnen we ook doen. Visser kunnen we ook doen. Wat is dit eigenlijk? Is dat een bijjob? Part-time. Ah ja, ja, laten we voor natuurbeschermer gaan. Nee, ik ga eerst voor tuinier gaan. We gaan voor tuinier. Aangezien ze toch plantjes en zo moeten verzorgen. We beginnen met tuinier. Tada! Oké, Lola is nu zaadjes dwarrelaar bij Peters Plantjes. Ik was hier nog aan het lezen. Eventjes geduld, ja. Bij Peters Plantjes en Peultjes Tuin Architectuur. Ze begint dinsdag om 7:00 morgens. Oké, dus lekker vroeg. Moet Lola Pannenkoek een voorsprong opbouwen en opdracht aannemen? Yes. Wat moeten we dan doen? Tuinzaadjes kopen. Oh, oké. Laten we dan maar tuinzaadjes kopen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit wat. We zullen nog maar eens groentjes pakken. Tada! En dan gaan we haar nog wat in haar tuintje laten werken. Oké, we gaan alles verkopen. Zo.
En dan kunnen we nog een beetje wieden, zie ik, want dat is wel nodig. Wieden, en dan gaan we ook alles water geven. Zo, dan is ze wel eventjes bezig. Hè. Wat is er? Ah, te laat voor school. Ja, nee, nee, nee. Laat ze hier maar doen. Ze is goed bezig. Volgens mama is ze goed bezig. En Anne Fleur, jij bent klaar met je budgetvoorstellen. Moet jij vandaag naar je werk? Ja, jij moet zelfs naar je werk. Oké, ga dan maar gewoon pipi doen. En dan kan je naar je werk. En dan Brett, jij hebt gedaan met eten. Ik heb trouwens een vuilbak moeten bijkopen, want die was ik vergeten te plaatsen. En nu zit ik hier met, met die rekening natuurlijk. Hè? Dus daar moet ik ook nog wel eens een keertje naar kijken. Oké, Brett. Oh, jij ziet er toch ook niet echt gelukkig uit, hè? Voilà, ga maar naar het toilet. Eventjes douchen. Ik denk dat ik nu wel al die verbeteringen aan de douche en zo kwijt ben. Denk ik. Ja, ik denk het. Dus dat gaan we ook nog wel eens een keer moeten doen. Maar goed, Brett, als je daarmee klaar bent, dan gaan we jou nog eens de ruimte insturen. Ken je beurzen? Nee, we gaan niet op universiteit. Wat ik wel wil, aangezien dat we met Lola... Wacht, we gaan eens eerst kijken wat hier het probleem is. Niks. Jij moet naar jouw werk. Wat doe jij hier nu nog? Ah, ze moet vandaag niet werken. Ah, oké, wacht, dan ga jij gewoon je debat en dingen doen. Hier, debatteren, up, oefenen. Eens kijken of jij daar kan staan, want ik heb dat hier nu zo in dat hoekje gezet. Maar nu weet ik niet of jij daar tussen past. Ben jij nog altijd bezig? Yes, oh, kijk. Het gaat al goed vooruit. Ze heeft al 25% voltooid van haar sociale vaardigheid. Kan je daar tussen? Oh, perfect. Perfect. Oh, wacht. We gaan dingen verstarten. We hebben de debatclub, hè. Bijeenkomst starten. Voilà, dan gaan er nog mensen komen. Dan kunnen we wel samen met iemand anders. Voilà, over de universiteit. Hier, met Cassandra. Ga je daar maar mee debatteren. Hopelijk gaat het dan een ietsje vlugger vooruit. Wat moeten we eigenlijk allemaal behalen? We hebben niveau 4 bereik van tuinvaardigheid. Check. En tuinzaadjes kopen. Ja, dat moest wel doen. Oh, kijk, we gaan misschien al bijna een promotie maken of zo. Goed, en dan gaan we ook een beetje strand jutten. We gaan een beetje naar schelpen zoeken. Eens kijken of we nog wat vinden. Oh, en Brett gaat vertrekken met zijn raketje. Toodles, Brett. Ja, oh, dat was precies zo. Soesoe, everyone. Daar gaat hij. En dan hebben we hier weer een deel gedaan, hè. Ben ik benieuwd wat hij dan daarna moet doen voor zijn levensdoel. Oei, technische problemen. Brett geeft zijn communicatiesysteem opnieuw een klap. Sinds hij in de ruimte is gearriveerd, doen zich allerlei storingen voor in de radiocommunicatie. Hij staat op het punt om de technische dienst te bellen, maar dan valt het kwartje ineens. Dat was de vijfde zonneflits in het afgelopen half uur. Dat verklaart de boel. Brett besluit op onderzoek uit te gaan. Wacht, wat ga jij doen? Ah, debatteren, oefenen in de spiegel. Yes. Doe jij maar verder. Hoe ver zitten we al? 2%. Ouch. En jij, ik weet het niet, hè, maar Lola die kijkt zo naar beneden, alsof ze niet echt tevreden is. Pret met de zon. Brett komt steeds dichter bij de zon en ziet ineens een enorme vliegende schotel met een vrolijk uitziend buitenaards wezen in de cockpit. Het buitenaardse wezen gebruikt een of andere straal om asteroïden op de zon af te schieten. Telkens wanneer er een asteroïde inslaat, ligt de zon op en komt het buitenaardse wezen niet meer bij van het lachen. Wat moet Brett nu doen? Misschien onderhandelen, want die heeft toch wel de dikste pret, hè? Eens kijken of jij iets vindt. Ik ga, denk ik, omdat we toch met de natuur bezig zijn, eventueel Lola laten veranderen in een zeemeermin. Wat denken jullie daarvan? Een redelijk verzoek. Het duurt even voordat Brett de aandacht van het wezen weet te trekken, maar zo gauw hij dat voor elkaar heeft, blijkt het buitenaardse wezen best voor reden vatbaar te zijn. Blijkbaar speelt het buitenaardse ras op deze manier golf. Oh, oké. Okay. Het wezen zweert dat hij geen idee had dat dit de communicatie kon verstoren. Het wezen draagt zijn ruimtestenen over en reist weer verder. Oké. Okay. En Brett heeft een ruimtesteen gevonden. Eens kijken, Brett. Want... Oké, okay, we moeten wachten tot ze terug is. Ja, en daar is hij weer. Eens kijken wat hier gebeurt. Tada! Oh, 5 voorwerpen repareren of verbeteren. Oké, okay, goed. Laten we dat maar doen. En hoeveel zitten we dan? 3 van de 4. Dus ik denk als hij dat gedaan heeft, dat we alles gedaan hebben. Begin in je eigen badkamer. Ah nee, daar staat iemand te babbelen. Daar staat iemand te babbelen. Oké, okay, met die debatclub.
Goed, begin dan maar met deze toilet. Misschien de superieure doorspoelfunctie toevoegen. Yes. En jij bent nog altijd aan het oefenen of onderweg naar het oefengedeelte. Oké, Lola, jij gaat. Wat ga jij doen? Praten. Wat gaan we met jou doen? We gaan met jou eten. En ze moet nog altijd onbekende planten oogsten. Dus wie weet kunnen we met haar wel eens rondgaan. Waar ben jij, Fietje? Oké, jij bent daar. Hopla. Probeer het te kalmeren. En dan mag jij terug een beetje een toespraak oefenen. En zie hoe ver ze al zit, hè? Ondertussen op 42%. Je kan het, Fietje. Je kan het. Kom aan. Zij krijgt een sms'je binnen. Kees Scholte vraagt zich af of je even gezellig bij hem thuis langs wil komen. Nee, Kees. Ik heb eigenlijk nu momenteel geen interesse, want ik wil graag met Lola eerst aan haar carrière werken en pas tegen dat ze zo'n volwassen leeftijd is, eventueel een man gaan zoeken. Of eerder, het valt te zien, maar nu nog niet. Ik heb er nu nog geen zin in. Wat gaan we nog met haar doen? We kunnen nog wel wat... Heeft ze schelpjes gevonden trouwens? Nee. En ondertussen is hij ook aan zijn handigheid bezig, dus... Superhandig. Heb je hem? Ze heeft wel een kwaad gevoel, ons Lola. Waarom toch? Oh, de bijtjes, die had ik ook. Wacht, hè. Bandsmeden met bijen. Dat wou ik ook wel graag. Eens kijken wat dat gaat geven. Hoe lang hebben we eigenlijk om onze rekeningen te betalen? Als Brett gaat werken, met hoeveel komt hij dan thuis? Hoeveel verdient hij? 422 simoleons per uur. Dat gaat niet genoeg zijn. Ik denk dat we dingetjes gaan moeten verkopen. Ja, we gaan dingen moeten verkopen. Wat gaan we dan verkopen? Misschien de windmolens? Ja, we willen geld besparen. Maar ja, dat zal al niet de manier zijn. De jacuzzi? Zullen we dat dan ook maar wegdoen? Oh, niet leuk, niet leuk. Hoeveel waren de rekeningen? Was het nog meer? Was het nog meer? Gaan we de palmboom ook wegdoen? No, ik vind het niet leuk. Ik vond het nu net zo mooi aangekleed. Ja, anders kunnen we geen rekeningen betalen. Wie wandelt hier buiten? Ah, dat is onze Brut. Kom, ga jij dan maar rekeningen betalen. Oh, het is zelfs meer. Wat gaan we dan nog wegdoen? Dit... Ja, nu kunnen we het wel betalen, hè. Auw, zo'n hoge rekening alsjeblieft, zeg. Zo'n hoge rekening. Doet pijn, hoor. Doet pijn. En dan gaan we Brett ook nog de douche laten verbeteren. Verbetering. We gaan voor waterrecycler. Misschien moeten we dan ook minder betalen als hij zijn water opnieuw recycleert. Voilà. Dan is iedereen eigenlijk bezig, hè. Waarom ben je ongemakkelijk? Ben je gestoken? Oh, nee. Och, garme. Oh ja, laat maar een dikke scheet. Oh, ik kan ook een inkerpak aantrekken. Heel mooi. Heel mooi. Voilà, kunnen we op een veilige manier hopelijk wat honing verzamelen? Honing verkopen. Eens kijken hoeveel we krijgen voor honing. Kijk, want we hebben nu 42 simoleons. Dat is niks, hè? Oké, ik heb een beetje te veel geld opgedaan met de verbouwing van het huis. Mijn fout. Hoeveel krijgen we voor de honing? Eens kijken. Oh, 18 simoleons. Dat is nu ook niet echt superveel. Oké, jij mag je pakje uittoon. Kunnen we hier aan de planten zelf nog iets doen? Onderzoeken. Stukje afknippen. Ik weet wel niet wat ze daar dan mee kan doen. Goed. Brett, wat ben jij aan het doen? Jij bent aan die douche nog bezig. En Anne Fleur, die is hier bezig. Oh, dat gaat weer geen zak vooruit. Waarom nu toch niet? Oké, de kinderen zijn terug thuis. We hebben Mia. Gingen we daar eigenlijk nog iets... We gaan daar niks speciaal mee doen. Dus ik ga Mia een beetje laten doen. Die kan wel voor zichzelf zorgen. En Naomi, daar moeten wij ook niks speciaal meer mee doen. Dus die kan ook wel eventjes voor haarzelf zorgen. Hè? Oh, en Fietje heeft niveau 10 bereikt. Joepie, we hebben het gehaald. Niveau 10.
Niveau 10, keigoed. Dan kunnen we dat op ons lijstje afstrepen. Willen jullie trouwens een video waarin ik de Legacy Challenge een keertje uitleg? Of dat ik eens een keer laat zien hoe ik mijn punten bijhoud? Dan mag je het mij altijd laten weten. Hè? Dan maak ik daar gerust een keertje een video over. Maar ik denk dat er niet zo heel veel vraag naar is. Daarom dat ik dat eigenlijk nog niet heb gedaan. Maar wil jij daar graag een video over? Laat het hier beneden weten. Goed? En Danilo, die wil weer even gezellig langskomen. Nee, dankjewel Danilo. Laten we dan een klein feestje organiseren. We zullen dat door de mama laten doen. We gaan eens kijken wat ze nu heeft voor debat en onderzoek. Ze heeft nu 15%. Ja, en hoe lang zijn we al bezig met onze club? Al eventjes, hè? Als je ziet dat Fietje dat op één dag klaargespeeld heeft gekregen om niveau 10 te behalen van haar sociale vaardigheid, ja, dan gaat dit echt wel pokkentraag. Goed, waar kunnen we dat weer al doen? Sociaal evenement plannen. Laten we voor. We zullen maar voor een verjaardagsfeestje gaan. Alhoewel, we hebben de andere nog niet gedaan, hè? We gaan een huisfeestje. Huisfeest. Is dat hetzelfde als verjaardag? Ja, huisfeest. Oh, ik heb op het kruisje geduwd. Oké, opnieuw. Nu ik erbij nadenk, gaan we toch voor een verjaardagsfeestje. Want wie weet hebben we dan een bar of zo nodig. En ja, wij hebben gewoon geen geld meer om een bar te kopen. Dus, tadaa! Goed, 3 uur lang gezellig doen met de jarige Sims tegelijkertijd laten dansen en voedsel eten. Dat moet nu toch wel niet zo moeilijk zijn, hè? We zullen misschien iets lekker klaarmaken. Wat gaan we koken? Oh, wacht, we gaan een eetfestijn, hè? Rood eetfestijn. Oh, oei, onvoldoende geld. We kunnen het niet betalen. Oké, dan gaan we voor een taart. Oh, we hebben nog 5 simoleons. Hoe erg. Ondertussen hebben we Brett van alles al laten repareren. Hij heeft nu al 4 dingen gerepareerd, geupgrade. Dus laten we hem hier ook nog iets verbeteren. Hier, een pulserende massagestraal. Het gaat wel niet zo'n uitgebreid feestje worden als het feestje van Lola. Maar ja, omdat Lola onze... Wacht even, de verjaardag van Noemi met een uitzinnig verjaardagsfeest. Ja, we zijn bezig met een uitzinnig verjaardagsfeest. We hebben ook geen geld om alles mooi te versieren. En Lola was natuurlijk onze erfgenaam, dus dat mochten we wat extra in de watten leggen. Maar ja, dat gaan we nu dus niet doen. Goed, we hebben een verjaardagstaart. Die gaan we nog eens heel even in de koelkast zetten. We gaan de rest even openen. Eens kijken wat we hebben van eten. Oh, we hebben hier nog een gegrilde kip. Laten we iedereen aan tafel roepen. Ze heeft die op voorhand gemaakt, die lekkere kip aan tafel roepen. En dan kan iedereen lekker eten. Hebben we hier ergens muziek? Ik dacht hier, hè. Ja, bij de meisjes. En Brett heeft die gedaan? Nee, die heeft nu niveau 7 van de handvaardigheid bereikt. Keigoed, Brett. Nu gaan we zien, hè. Voedsel eten. Lola begint een echte tuinder te worden en kan nu onkruid wieden in een groter gebied. Oh, super. Lekker gemakkelijk. Oké, voedsel eten. Daar zijn we nu toch mee bezig. Check. Moet je dat niet afchecken? Waar is de tweeling eigenlijk? Waar zijn die naartoe? Oh, die zit hier aan de computer. Lekker gezellig. Oh, en Brett is klaar met die verbetering. Super! Oh, hebben we het... Hè? Doel voltooid! Brett heeft net zijn droom van het worden van extreem geleerd zien uitkomen. Hij is niet alleen slim, maar ook nog eens hartstikke praktisch ingesteld. Eigenschap verdiend, handig. Brett kan onmiddellijk voorwerpen repareren en verbeteren. Yes! We gaan dan ook een nieuw doel kiezen, hè, voor Brett. Oké, goed. We hebben een levensdoel klaar. Wat kunnen we dan nog laten doen? Een beetje misschien in dezelfde trend. Actief. Bodybuilder. Wacht eens kijken, hè, of we dit kunnen halen. Creativiteit. Breikoning. Dat zou het zijn. Meestermaker. Oeh, wacht, maar dat hebben we... Nee, daar hebben we geen handvaardigheid voor nodig, hè. Strandleven. Gaan we dat niet doen? Een kleurtje krijgen. Goud verdienen tijdens een kavafeest. Kokosnoot eten. Ja, we gaan dit doen, denk ik. De strandgrot verkennen. Begraven. Schat ontdekken. Indutten tijdens de lekse op de lounge stoel of dobberaar. Oh, dat moet lukken. Voilà. We hebben een nieuw levensdoel voor Sean. Voor Brett bedoel ik. Oh, zei ik nu Sean? Sean is van mijn andere serie. Eventjes terug bekijken. Waar zijn onze 2 meisjes nu eigenlijk? Ik zie daar Naomi de trap oplopen. Hierin gaan. Jij hebt honger trouwens. Oh, we gaan nu taart eten.
Op hebben 6 taart. Dat is wel genoeg. En dan mag zij dat ook uitblazen, hè? Een wens doen. En dan mag zij ook haar kaarsjes uitblazen. Toet, 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 toet. Oh, nu ben ik te laat, hè, voor mijn foto. Ik ben te laat. Oh, zie Mia. Mia staat er kei grappig op. Oh, en Brett is super trots op zijn dochter. Dat zie je zo. Oké, dan mag Fietje komen. Die is nog altijd in haar spiegel bezig. Kaarsjes uitblazen. Heeft ze ondertussen gedaan. Ah ja, ze moet nog groeien. Daar komt ze dan, daar komt ze dan. Yay! En dan moeten we een levensdoel kiezen. En ook weer een nieuwe eigenschap. Daarvoor ga ik eventjes mijn blad erbij nemen. Zij is al een nerd of een geek in het Engels. Zo, dit niet. Hier niks, want dat moeten we nu krijgen. We moeten dus een 10 trait en een 10 aspiration krijgen. En het wordt Jungle Explorer, wordt haar aspiratie. Oh, dat gaan we niet kunnen doen. Dan moet ze naar de jungle gaan. En ze is lazy, dus lui. Waar staat het? Zo, lui. En dan, ja, Jungle Explorer. Goed. Waar staat dat? Dat staat al niet op locatie. Natuur? Natuur. Voilà. Tadaa! En hier is ze. Dit is Naomi. Hey Naomi. En dan hebben we natuurlijk ook nog Fietje. Fietje, kom jij ook maar verjaardagskaarsjes erop zetten? Oh, en is iedereen gewoon weg? Kom, jij mag vieren. Och, garmen, nu staat ze hier zo helemaal alleen. Proficiat, Fietje. En daar gaat Fietje groter worden. Hoppa. Oké, zij was dus al onvoorspelbaar, hè? Dus hier komt dan onvoorspelbaar. Dat was erratic. Zo. Zij is master mixologist. En evil. Evil. Maar leuk. Hier, kwaadaardig. Oh, en maar ze wordt dan wel mixoloog. Oké. Okay. Tadaa! En hier is dan Fietje. Ziet er wel speciaal uit. Dat mag wel gezegd worden, hè. Oké, okay, we hebben dus eigenlijk al goud behaald, hè. Laten we eventjes de meisjes een andere outfit aandoen. Oeh! Fietje had de hanenkam van Brett. Oké, we gaan haar wel iets anders geven. Fietje, die had... Had hij nu lange haren? Ja, hè? Oh, ik weet het al niet meer. Hoe erg. Voilà, opgelost. Oké, we gaan eerst gewoon voor alledaagse look. Ja, speciaal, Fietje. Speciaal. We gaan jou iets anders geven. Zo, dan zien we jouw haar ook niet meer. Maar we gaan geen petje. We gaan beginnen met haren. Kunnen we voor deze gaan? Of dit hier? Dat is ook wel leuk. Ja, we gaan voor dit gaan, voor Fietje. Zo. Oké, ik heb ze allebei nieuwe kleren aangedaan. Dit is Naomi. Wacht, we gaan beginnen met alledaags. Ik heb haar wat meer sportievere kleren willen geven aan Naomi. Dat zijn alle outfitjes die ik voor haar heb voorzien. Oh, die vind ik zo'n mooie bikini. En dan voor Fietje heb ik deze outfit. Dit is alledaags. Een beetje vrouwelijker. Ik ben zo een beetje naar het paars geweest. Oeh. Wacht. Die schoenen mogen wel uit. Ah, wacht. Dat is sportieve kleren. Wacht. Dan gaan we andere schoenen geven. Die had ik eventjes over het hoofd gezien. Wacht. Noem deze maar. Ja. Slapen. Feestje. Zo'n beetje vrouwelijker dan Naomi. Voilà. Zo, dat zijn ze dan. Ze zijn allebei groot geworden. Zo leuk. Hij gaat er al liggen. Hij gaat al een dutje doen. Dus we moeten nog een kavafeestje houden, een kleurtje krijgen, een kokosnoot eten. Een kokosnoot eten? Kunnen we dat van een palmboom afkrijgen? Oh, dan moet ik nog eens een keer achterkijken. Goed, hoe zit het hier? Plantien zetten vooruit. Misschien moeten we hem dat nog wel eens laten doen. Het zal voor de volgende dag zijn. Laten we de taart maar gewoon terugzetten. Dan kunnen we die altijd gebruiken. Misschien moet Brett ook wel iets eten eerst. En Anne Fleur is nog altijd aan het oefenen. Aan het oefenen.
Keigoed, Anne Fleur. Doe zo verder. Uiteindelijk ga je level 10 halen. Uiteindelijk. Oké, Brett gaat dus eten. Wat gaat Lola doen? Die wil eigenlijk spelen. We moeten altijd deze planten oogsten. Kom, ga jij maar douchen. Alhoewel, we gaan de bijeenkomst stoppen. Nee, dat gaat dus niet via dit. Alhoewel, ze is nog zo goed aan het oefenen, hè. Nee, het is al 10 uur. We gaan stoppen. Voltooien. Zo. Toedels. Bedankt allemaal om te komen. Dan kan jij je douchen. En dan kan ze gaan slapen. Hoe zit het hier met Mia? Oeh, Mia heeft heel weinig energie. Misschien, hè, Mia, moet jij gewoon hier je komen douchen en gaan slapen. Oh, ik heb de wc aangeduid. Nee, niet de wc. Douchen. Douchen. Douchen en slapen. Zo. En Bretje, wat ben jij aan het doen? Jij bent niks aan het doen. Dan mag jij gewoon gaan slapen. Hier, goed, doe maar even oh ja met Anne Fleur. Voordat Anne Fleur ouder wordt. Oh, kijk hier. Naomi zit hier gewoon op de stoel te slapen. Kom, ga je ook maar iets pakken om te eten. Garme. Wie is dit hier? Gast Teun Brouwer. Zo, en ons verjaardagsfeestje is voltooid en we hebben goud verdiend. Joepie. Oké, ik ga iedereen zo een beetje zijn bed insturen. En dan ga ik ook deze aflevering afsluiten. Ik ga het een beetje anders aanpakken, want ik heb gezien... mijn allereerste video over deze Legacy Challenge is al ongeveer een jaar geleden. Op 22 mei 2020 is die online gekomen. Dus dat is gewoon een jaar geleden. En ik heb geen zin om er nog eens 9 jaar over te doen om deze challenge te voltooien, zeg maar. Dus ik ga af en toe ook wel een beetje offline spelen. Maar zeker de belangrijkste dingen ga ik online doen. Verjaardagen, als ze carrières gaan voltooien, van die dingen. Dus ik ga zeker niet te veel overslaan, maar ik ga af en toe een simdagje offline spelen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, want ik zie het niet zitten om wat meer video's gaan te maken. Dus in die zin er 2 per week of zo gaan te maken. Momenteel is dat nog niet haalbaar, misschien binnenkort. Maar voorlopig ja, zal het bij 1 aflevering per week blijven. En ik hoop echt dat als ik een beetje offline speel ook, dat dan wat sneller vooruit gaat. Ja, want als ik er weer een jaar over zou doen om weer een generatie te vervolledigen. Ja, dan zijn we wel even bezig. Hè. Tel maar uit, 1 jaar per generatie en er zijn er 10. Dan zit ik hier, Nee, dat ga ik niet zeggen. Dan zit ik hier dus nog heel lang. Dat wou ik zeggen. Maar goed, vonden jullie het leuk? Geef het dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je meer van deze video's wil zien. En dan zie ik jullie allemaal in mijn volgende video.